Oké, zoals beloofd een update van een bestaande video. De video rond type lichtmetingen. Ironisch genoeg heb ik daar een fout gemaakt in de lichtmeting en de belichting. Waardoor de video overbelicht is. Daar heb ik een opmerking rond gehad. Heel terecht, dus dan doe ik nu een kleine effort om deze video recht te zetten. Dus om een nieuwe versie van de video uit te brengen waarbij de belichting wel correct is. Het onderwerp is lichtmeting, type lichtmeting. Eigenlijk als je een fototoestel hebt, dan zal daar 9 kansen op 10 een lichtmeter op, of beter een lichtmeter in ingebouwd zijn. En dat zal een lichtmeter zijn die werkt volgens de gereflecteerde lichtmeting. Er zijn 2 type lichtmetingen. Er is de opvallende en de gereflecteerde. Als we beginnen bij de opvallende, dan is het zo als je een lichtbron hebt aan de ene kant en je hebt een lichtmeter. En een lichtmeter is dan echt een afzonderlijk toestel wat je los van je camera in de hand houdt. We zullen voor het gemak veronderstellen dat ik het onderwerp ben. Het licht komt in dit geval vandaar. Als je met opvallende lichtmeting te werk gaat, dan heb je een lichtmeter in de hand en die richt je naar de fotograaf toe. En meet je het licht wat binnenkomt op je onderwerp. Dus dat afzonderlijk toestel geeft je dan een bepaalde waarde. Dat zal in de meeste gevallen een combinatie zijn van sluitertijd en diafragma voor de ingestelde ISO-waarde. Dus als we het hebben over sluitertijd, diafragma en ISO-waarde, wat eigenlijk je belichting bepaalt. Daar zijn andere video's rond, daar ga ik nu niet in detail over spreken, maar in elk geval zal die lichtmeter u een combinatie geven die geschikt is voor het licht dat op uw onderwerp valt op dat moment. Dus eigenlijk het grote voordeel van een opvallende lichtmeting, van die afzonderlijke lichtmeting, is dat die zo goed als altijd correct is. En het moet zijn dat dat toestel niet kapot is. De nadelen zijn voor de hand liggend. Je hebt een extra toestel nodig. Dus je hebt aan de ene kant je fototoestel, maar je hebt ook een lichtmeter nodig. Je moet eerst en vooral te zeer omslachten, want je moet eigenlijk eerst naar je onderwerp gaan om van daaruit het licht te meten. En dan moet je teruggaan naar je locatie vanaf waar je de foto wil maken. Om de foto echt te gaan maken, om de belichting te gaan maken. Dus dat maakt dat eigenlijk die manier van werken, dat zo goed als alleen geschikt is voor studiowerk. Dus waarbij dat je vaak ook flitsen en dergelijke meer hebt. En die lichtmeter die zijn ook voorzien om te meten op flitslicht en dergelijke. En dan heb je de tijd om het licht te meten ten opzichte van uw onderwerp, om terug naar uw standpunt te gaan, om een aantal foto's te maken. In veel gevallen zal dat een bepaalde belichting zijn die in de fotosessie, in de shoot, maar een aantal keer zal wijzigen. Juist omdat je die gecontroleerde omgeving hebt. Maar dus het grote nadeel is hoe omslachtig het is. Het grote voordeel is dat het altijd correct is. De tweede manier van lichtmeten is de zogenaamde gereflecteerde lichtmeting. En bij de gereflecteerde lichtmeting vertrek je van een lichtmeter die ingebouwd is in je toestel. Dus eigenlijk die afzonderlijke lichtmeters kun je eigenlijk ook gebruiken in gereflecteerde modus. Dus die kun je wisselen tussen opvallend en gereflecteerd licht. Maar het grote verschil is als je gereflecteerd meet, dan meet je vanuit het standpunt van de fotograaf. Dus als mijn fotograaf terug daar staat, dan kan ik van daaraf meten naar mijn onderwerp toe. Dus dat betekent dat ik dat toestel even goed kan inbouwen in mijn fototoestel. En gewoon van het punt waarvan ik de foto wil maken, de lichtmeting kan uitvoeren, mijn instellingen kan maken en mijn foto kan vastleggen. Dus het grootste voordeel is eigenlijk dat het veel sneller werkt en op die manier ook geschikt is voor situaties waarbij dat je niet naar je onderwerp kunt gaan of waarbij dat je snel moet een belichting maken. Denk aan sport, aan reportages, eigenlijk alles behalve de studio. Maar er zijn wel een aantal nadelen aan verbonden ook. Eigenlijk elk fototoestel wat je nu koopt, als je dat op automatisch instelt of manueel en via de zoeker een lichtmeting uitvoert, die zullen allemaal een gereflecteerde lichtmeter ingebouwd hebben. Dus ook de kleine compactcameraatjes die een meting uitvoeren op het moment dat je half indrukt en als je volledig indrukt dan de foto vastleggen van die echte snapshotcamera's waarbij je juist maar moet afdrukken. Ook die gaan gebruik maken van een gereflecteerde lichtmeter, een metertje dat ingebouwd is in de camera en die alles voor u instelt. En dus die zijn ook allemaal afhankelijk van dat ene grote nadeel, namelijk dat die enkel het licht meten dat gereflecteerd wordt op u, door uw onderwerp. Dus als je hier nu het licht dat vandaar komt, dat wordt gereflecteerd door mij, ga richting de camera en het is dat licht dat dus op de terugweg is, dat gemeten wordt door de lichtmeter. In de meeste gevallen werkt dat goed. Echter, er is een heel groot probleem daarmee. En dat is dat een wit vlak, bijvoorbeeld hier achter mij, de witte muur, veel meer licht weerkaatst dan een zwart vlak. Omdat zwart veel meer licht gaat absorberen en minder licht gaat terugkaatsen. Dus eigenlijk kun je nooit de correcte meting gaan uitvoeren. Want alles is afhankelijk van de kleur van uw oppervlak wat het licht reflecteert. Daar hebben ze dus als oplossing voor dat probleem zijn ze vertrokken van een kaart in een kleur van een 18% grijs heet dat. En je hebt, ja, ik noem dat nu een kaart, maar ze zijn eigenlijk gewoon vertrokken van een kleur 18% grijs. Je hebt kaarten op de markt die 18% grijs voorstellen, waardoor dat je kunt eigenlijk in de studio dan gewoon dat kaartje voor je onderwerp houden en meten met een lichtpunt, met een klein punt in plaats van centraalmeting, dus op een klein punt meten, spotmeting.
op die kaart. En doordat je dan meet op een kleur waarop dat de lichtmeter, alle lichtmeters geëikt zijn, bekom je de juiste meting. In de praktijk heb je natuurlijk niet altijd zo'n kaartje bij, plus dat je door dat kaartje weer naar je onderwerp moet gaan. Dus eigenlijk alle voordelen verliest van die gereflecteerde lichtmeting. De oplossing in de praktijk daarom is van rekening te houden met de kleur van je onderwerp. Je kan ook gebruik maken van kleuren die je ziet in je onderwerp die overeenkomen met 80% grijs, die gewoon grijs zijn, die naar het grijs toe gaan. Of gras bijvoorbeeld, dat is ook een kleur die heel dicht aanleunt bij die 80% grijs. Of je kan, als je meet op wit of op zwart, rekening houden en een belichtingscorrectie uitvoeren. Het is zo, als je op een wit onderwerp meet bijvoorbeeld, dan zal dat onderwerp veel meer licht gaan reflecteren terug naar je camera dan dat een 80% grijs kaartje zou doen. De camera gaat onderbelichten omdat die het diafragma sluit, sneller sluitertijd neemt, omdat die denkt dat er meer licht is. Maar jij moet als mens zijnde corrigeren voor dat issue zijnde, het is een wit onderwerp, reflecteert veel meer licht. Dus we gaan tot twee stops gaan overbelichten. Nu afhankelijk van hoe fel wit en hoeveel licht en dergelijke meer, is dat 1 tot 2 stops. In de omgekeerde richting, als uw onderwerp zwart is, dan gaat dat veel minder licht gaan reflecteren. Dus dan gaat uw camera diafragma volledig gaan openzetten, de sluitertijd langer gaan laten en dergelijke meer. Allemaal om meer en meer en meer licht binnen te laten op uw camera. Veel te veel licht binnen laten dan dat er eigenlijk nodig is. Dus dan moet jij als fotograaf uw verstand gebruiken en gaan onderbelichten. Dus heel eenvoudig, bij een wit onderwerp komt er veel meer licht toe. Ga je camera alles dicht smijten, moet je alles terug open smijten, overbelichten. Bij een donker onderwerp komt er veel minder licht terug dan dat er bij een grijs kaartje zou gebeuren. Dus ga je camera alles open smijten en moet jij dan als fotograaf alles dicht, of 1 tot 2 stops gaan dicht smijten. Dus om deze video af te ronden, onthoud dat je die zogenaamde correctie moet toepassen. Dat is ook de reden dat je bijvoorbeeld op de Fujifilm X-T1 en X-T2 en veel andere camera's, ook op de Sony Alpha series bijvoorbeeld, heb je een belichtingscorrectieknop. Dat is de reden. Omdat als je de lichtmeter gewoon zijn werk laat doen, dus stel dat je alles op automatisch instelt en je laat de lichtmeter zijn werk doen, dan zal die dus niet corrigeren voor die fout, maar dan kun je die knop gebruiken om tot 2 stops over of 1 of minder stops onder te gaan belichten. Dus dat is de reden dat die knop bestaat op veel toestellen. Als je manueel werkt daarentegen, als je zelf je sluitertijd en je diafragma en ISO-waarde kiest, dan hoef je die knop niet te gebruiken, want dan kun je zelf bij de keuze van je waarden die correctie al gaan doorvoeren. Dus bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende. Hopelijk zijn jullie tevreden van deze remake en kunnen we op naar nieuwe onderwerpen.